weet nog niet eens of ik wel of niet praten kan. Normaal klets ik 5 kwartier in een uur, maar het komt er nu wat moeilijker uit. Ik heb ook echt een brok in mijn keel. Maar from dark to light, lieve mensen. Dit is namelijk waar iedereen van ons nu doorheen gaat. En daarom dacht ik, mas, billen, bloot, jammer, tranen zijn de wasmachine van de ziel. En dit is waarom ik de zwarte schaapcoach ben geworden voor jou. En deze pijn, lieve mensen, komt door de Great Awakening. Bij iedereen. Weer voor je neus, elke keer weer, elke volle maan, nieuwe maan. En afgelopen dagen gigantisch harde zonneflames. Ik merkte het al. Toen ik met die vet zat te eten. Aan mijn pijn in mijn onderrug. Want dan zijn we aan het loslaten. En wij zijn nu alle oude pijn wat ons niet dient aan het loslaten. En ik weet niet waarom ik mezelf elke keer weer aandoe. Om toch even te spieken op het profiel, de tijdslijn van mijn moeder. Omdat bij het laatste berichtje, ja, komt goed. Ik als klein meisje toch weer zat te dromen. Dat het dit keer dan eindelijk wel goed zou komen. Al 20 jaar heb ik ergens in mij... Dat kleine meisje in mij, dat verlangen, wat we zo verstoppen, want jongens, dit is je zwarte schapenpijn, je ergste angel en ze worden steeds venijniger en je bent nooit klaar. Ik heb hier 4 geweldige vrouwen gehad en je... What you teach, you learn. Ik heb zo'n mooie dames gehad en daardoor ben ik zelf weer zo gegroeid. Ik vond het zo fijn, maar dat doet passie is pijn. En in die verbetering van de ander laat je dus zelf automatisch dingen ook los. Ze hebben hier alles verbrand achtergelaten en dat maakt dat ik zo'n fucking goede coach ben, want ik doe het al 22 jaar. En ik deal er dus al 20 jaar mee. Ik doe mijn best. Het nieuwe perfect. En ik weet dat zwarte schapen deze pijn niet delen. En ik wou vandaag eigenlijk ook weer niet live gaan, maar ik dacht, nee, maar als billen bloot. Want dit is waarom ik zwarte schaap coach ben geworden. Dit is waarom ik alles ben gaan delen, zelfs nu ik wel eens denk van, oh mas, wordt het niet tijd ermee te stoppen? Want nu vinden de 13.000 mensen iets van. Maar ik laat mij nooit meer weerhouden ook dit te laten zien. En iedereen die daar lelijk op reageert, daar heb ik een geweldige knop voor. De blokkeerknop. Want ik ben de coach geworden die ik 20 jaar geleden nodig had toen ik mezelf zo uitgesloten had van leven. Ik me zo verdomd alleen voelde en wel succesvol was. Want ik had mijn eigen bedrijf, ik verdiende 1 ton per jaar en ik had allemaal vrienden. Ik denk zelf dat de meeste vrienden mijn pijn wel zagen, want ik was meestal van pechvogel nummer 1. Maar omdat ik er zo sterk mee omging, heel veel mensen niet eens voelden hoe in en in eenzaam ik al die jaren ben geweest. Want ik had dat zelfs voor mezelf helemaal verstopt. Ik had hier een betonnen plaat tussen mijn hoofd en mijn hart. Dus jongens, ik ben de coach na Michael Pilak. Was ik even achtergekomen, want iedereen hier had Michael Pilak gedaan... Think and grow rich. Nou, en dat kunnen zwarte schapen supergoed, jongens. Wij hebben hier een betonnen plaat.
En wij doen Think and Grow Rich en Think and Grow Rich. En we doen het allemaal met keihard werken. En dan krijgen wij een mega goed resultaat. Want het meeste soorten schapen hebben maar één iemand om voor te zorgen. En dat is hun eigen kop. Dus dat zijn echt tijgers en beesten. Want die hebben nooit een veilig thuis gehad. Ook al werden ze niet gemeld. Kinderbescherming. Vroeger kreeg je gewoon een draai om je oren. En dat vonden de buren wel lastig. Maar er werd echt niet om gebeld. Want ja, je zat wel in een gezin van Jehovens getuigen. Dus de zwarte schapen van vroeger zijn die tijgers, die warriors, maar die zijn inside, zo alleen, zo eenzaam. Ze weten zo niet hoe van zichzelf te houden. Want voordat je daar komt, hè, lieverd, moet je dus die blok onder je kop weg zien te halen, maar met zoveel pijn eronder van het verleden, dat je dat gewoon alleen vaak niet durft en niet kan. Want daarom heb je dat mooie masker gemaakt. Daarom was het met de lockdown ook zo erg om bovenop dat masker nog een masker te zetten die ook niet werkte. Want je eigen masker werkt ook niet meer. Het is een comfortzone en een houding die je niet meer dient, want je houdt niet eens van het masker wat je er zelf van gemaakt hebt. Want jij bent veel te lief voor deze wereld en veel te lief voor dat masker. Dus de buitenwereld reageert op jou vanuit dat masker wat je gemaakt hebt. Ja, en die is niet zo aardig. Dus de buitenwereld is dan ook niet zo leuk voor jou. Maar je weet niet meer hoe je naar je eigen liefde moet komen. Je bent zo ver van die eigen liefde af. Want lieve mensen, als je ouders lelijk tegen jou gedaan hebben, je mishandelt, je geslagen, ga je niet stoppen met van je ouders houden. Je stopt van jezelf te houden. En dat is de kern van de zwarte schapenpijn. Mijn missie, mijn passie, mijn pijn. En ik ben professioneel loopbaancoach, jobcoach, jobhunter. Ik doe het al 22 jaar. En dat maakt mij jullie beste coach ever. Want ik verstop mijn pijn niet meer. Ik ben bij mijn. Nou, ik denk niet mijn allerlaatste angel, maar ik herken al mijn angelen nu. Ze komen alleen met zo'n herinnering van Facebook. Met je oma. Toen zag ik mijn oma. Ik denk, ga even kijken bij mijn moeder. Even spieken hoe het met haar gaat. En dan ben je geblokkeerd. En dan raakt dat meisje weer aan. En heb je weer twee keuzes. Ga je je verstoppen? Ga je het weer koppelen aan jouw waarde dat ik het niet waard ben een goede oma te hebben, een lieve mama te hebben? Dat Boas het niet waard is een lieve mama te hebben. En fuck that shit. Dat gaan we nooit meer koppelen aan onze waarde. Want de verhalen en stories van vroeger, daar kunnen we niks meer aan doen. En daarvoor moet je bij mij zijn. Transformeren de bullshit die jou is verteld als kind. Want jij bent om van te houden. Jij bent het waard een miljonair te zijn. Jij bent het waard succesvol te zijn. Jij bent het waard jouw allermooiste leven te leven, ondanks wat er jou gebeurd is in je verleden.